We hebben onderzocht of de gewasbeschermingspraktijk in Nederland duurzamer geworden is. Nou, dit onderzoek blijkt dat telers toch in het algemeen nog vrij veel chemische gewasbeschermingsmiddelen blijven gebruiken. Daarnaast worden doelen voor waterkwaliteit overschreden. 50% van de locaties worden nog te veel resten van gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen. De biodiversiteit in het landelijk gebied en dan met name in het agrarisch gebied gaat nog licht achteruit. En dat gaat dan vooral over insecten, over bijen bijvoorbeeld. Wat wel goed gaat, dat is de voedselveiligheid. Er worden in Nederland steeds minder resten van gewasbeschermingsmiddelen op het voedsel aangetroffen. Wat er moet gebeuren is dat een heleboel nieuwe effectieve maatregelen beschikbaar moeten komen. Alternatieven voor het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen, die zijn er nu nog te weinig. Daar is onderzoek naar nodig.